Tony, ben je al een klein beetje tot rust gekomen na deze gigantisch geweldige wedstrijd? Jawel hoor, nog een beetje adrenaline, maar ja. Jullie kwamen furieus uit de startblokken, was dat onderdeel van het strijdplan? Nee, ik denk dat we goed aan de wedstrijd begonnen, gelijk bovenop klapten. En ik denk dat dat ook gelijk een signaal afgaf. Ja. Wat doet dat met een team als je zo vroeg op voorsprong komt in zo'n wedstrijd? Ja, dat is goed en dat geeft ook een goed gevoel. Ik denk, zo zijn we ook lekker in de wedstrijd gekomen. En ja, dat dan nog die tweede valt, dan is het helemaal lekker. Ja, jullie lieten PSV wel een beetje in die wedstrijd komen na die 1-0. Nemen wat gas terug al. Was dat ook onderdeel van het plan? Even temporiseren hier en daar waar het kan? Ja, tuurlijk. Dat probeer je wel, maar dat kan niet altijd. En ik denk dat we dat goed hebben opgelost. En ja, we zijn door in de beker, dus... Dat is mooi. Nog even naar die 2-0 van jou. Was uiteindelijk geen corner, zagen we. Maakt dat nog wat uit? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet meegekregen. Maar ja, hij viel van mijn voet en ik schoot. Volgens mij raakte hij nog iemand, maar dat heb ik ook niet gezien. Ik zag alleen dat hij in doel ging. En, mooi. Je komt steeds meer in posities waar je in kan scoren. Hoe vind je dat om in die rol te spelen? Ja, ik heb daar een beetje vrije rol in. Gewoon de juiste momenten pakken om naar voren te gaan. Dus dat is wel lekker en ja, dan moet de bal ook goed vallen. Het lijkt ook of je steeds doelgerichter wordt, klopt dat ook? Nou, ik denk dat ik altijd wel op doel probeer te schieten, maar dat ze nu erin vliegen, dat is alleen maar lekker. Je rent daarna naar de bank toe, naar wie was dat specifiek? Nee, gewoon met iedereen vieren toch? Het zijn één team en het is voor iedereen. Ja, de bank was al leeggelopen. Die stonden ook klaar om jou op te vangen. Dan laten jullie zien dat jullie een echt team zijn. Ja, natuurlijk. Nee, het is mooi. En ja, hun beleven ook wat wij beleven op het veld. Alleen iets anders. Maar we zijn één team. En dat zie je ook bij zo'n doelpunt dat iedereen erbij betrokken is. Van de tweede helft spelen jullie eigenlijk heel professioneel. Het komen nauwelijks meer in de problemen. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, ik denk dat we een beetje gewoon temporiseren. En gewoon proberen te voetballen. En niet meer zoveel risico's nemen. Dat hebben we goed uitgespeeld. Wat voor rol heeft die Kuip vandaag gespeeld bij deze wedstrijd? Een hele grote rol. Ik denk dat de aanhang, de supporters heel veel invloed hadden vandaag. Ze waren er zeker bij.